We gaan kijken naar VVV en Heerenveen. Beide 4 punten, maar met een totaal verschillend doelsaldo. VVV 2 voor, 2 tegen. Heerenveen 7 voor, maar 8 tegen. En dat, dat zou er dus op kunnen duiden dat defensie niet zo vreselijk goed is. Onder in beeld ziet u de opstellingen. Met Rutte dit keer niet op het middenveld, maar rechtsachter. De rest is bekend. Dat is bij VVV dus. En dan Van Ooyen terug. En Seuntjes op het middenveld. Daar is al veel over gezegd met Danny Post samen. En voorin Grot Opoku en Samuelsen, de jonge Noor. U kijkt naar de opstelling ook van Heerenveen met Floranus dus als rechtsback. Rienstra dus op het middenveld. En Vlap van het middenveld naar voren met Lammers en Senelli. Floranus, de opvolger dus van Dumfries, die naar PSV vertrok. Bij de ex-Sparta. Een overtreding. Gemaakt door Promes. Kobayashi. De Japanner ineens. Oh, dat zag hij goed. Maar een geweldige redding weer van Onderstal. Onderstal doet eerst een stapje naar links. En dan met een mooie klassieke zweefduik. Hebbes. Ja, zo kan het ook. Ja, nogmaals, ik moet dat dus ook. Ik heb mijn pet vergeten. Maar ach, we klagen niet over het mooie weer. Prachtig. Grot. Zat bij de voorselectie van Jong Oranje. Heeft uiteindelijk de selectie niet gehaald, Grot. Hier is hij weer. Daar is de mogelijkheid. Voor Opoku. Ik heb een pet gekregen van een lieve VVV mevrouw. Wel in de kleuren geel-zwart. Maar het helpt echt. Dank u wel. Reuzeler. Op zoek naar Grot. Samuelsen. Van Ooyen. Jansen. Rutte. Rutte nog altijd. Rutte. En een serieus schot. Niet al te moeilijk, maar toch. Als je bij een judo of een bokswedstrijd, waar weinig gebeurt, als de punten zouden moeten beslissen, krijgt Heerenveen net een half puntje meer. En is dit Lammers? En is dit een goal? Jawel, eindelijk. Via de binnenkant van de paal is het Lammers die scoort, de nummer 9. Daarvoor is hij naar Heerenveen gehaald. Een verrassende goal, waar Onderstal zich misschien toch ook wel een beetje op verkeek. 0-1. Bulthuis houdt Opoku vast, maar Opoku houdt de bal en schiet in het zijnet. Samuelsson eruit en Patrick Joosten dus erin. Ik heb hem bij Utrecht wel eens zien spelen van de linkerkant. Hij gaat nu naar de rechterkant. Kobayashi. Rienstra Kobayashi op weg naar Onderstal uiteindelijk is het eindstation. Floranus. Torsby. Overname Kobayashi. Floranus, de verdediger. Reuzeler komt eruit samen met Post. Opoku. Piri.
Een flinke schot. Ja, dit is een pittige overtreding van Piri. Goed, de vrije trap richting Opoku. Torsby. Grot. En Van Ooyen. Het is heel mager wat VVV laat zien hier tot nu toe. Zwakke eerste helft, maar ook nu komt er heel weinig constructiefs uit het venloze spel. Heerenveen is duidelijk de baas. Floranus. Flap. Veel lopende mensen bij Heerenveen. Floranus nu weer. Lammers. Rienstra, Kaats met Flap. Is hier dan de 0-2? Nee. Mooi aanval, dat wel van Heerenveen. Grot krijgt een tik in zijn gezicht van Torsby. En die krijgt daarvoor een gele kaart. Daar is geen sprake van boze opzet. Dat is een voetbalovertreding. Pijnlijk dat wel voor Grot. Been en de schoen van Torsby veel te hoog natuurlijk. Yes, yes. Flap. Floranus. Grot. Grot. 3-3. Lever dit iets op. Joosten. Het zou leuk zijn voor de wedstrijd. Joosten. Schot gekraakt door Piri. En Heerenveen is uit de zorgen. Een flinke overtreding daar van Rutte. Geel ook. Overtreding op Sinelli. Het wordt wat grimmiger. Post. Opoku. Opoku, Post weer. Wie is daar om er iets mee te doen? Grot, maar hij doet er niks mee. Ik zei net. Was ook niet zo heel erg makkelijk. Torsby. Ringstra, Flap. Hoe zit het ook weer? Ja. Zij legt het uit. Zo moet het. Hij snapt het. Of niet. Lengte genoeg bij VVV. Maar die bal komt bij Flap en dat is toch ver onder de maat, zou je zeggen. Reuzelen dan. Promes. Grot. Jansen. Joosten. Ja, als VVV wat wil, zal het zo moeten. En dat lukt ook nog. Patrick Joosten 1-1 uit het niets. Uit het niets. Het zat er helemaal niet in. Maar hij is het toch. Uitgerekend de nieuwe man. Zeuntjes. Soesiet weer. Een vrije trap. Dus
Soezit. Reuzler houdt de bal binnen. En daar is bijna de 2-1 met Opoku. Een wissel. Van Bergen gaat zijn debuut maken voor Heerenveen. En Flap gaat eruit. Lammers. Lammers nog altijd. Mooi. Maar nu bij de tweede paal. Daar Sinelli. Goed verdedigd door Rutte. En dan de geweldige redding van Onderstal op het schot van Piri. Geweldige reflex. Heu. Torsby draait goed weg van Seuntjes, maar is dan de bal kwijt. Grot. Nou, die is enorm snel, maar daar is tot nu toe weinig gebruik van gemaakt. Misschien nu. J-Roy Grot. En een redding van Warner Haan. En dan Opoku. En dan weer een redding van Warner Haan op het schot van Soezic. Eindelijk laat Grot eens zien wat hij kan. Dat heeft lang geduurd. Weer die hoge bal waar Heerenveen moeite mee heeft. Daar is Opoku en daar is Haan. En dat is ook het einde van de wedstrijd. Die eindigt dus in 1-1. En dat is voor VVV een gewonnen punt. En voor Heerenveen verloren 2 punten.